Goedemorgen dames en heren, welkom bij dit webinar genaamd Digitalisering bij gemeenten Wat Nu, georganiseerd door TTS. Mijn naam is Jelle van Deurzen, virtueel hier naast mij ziet u mijn collega's Twan Rutte en Henk Arts, die ga ik zo het woord geven. Alvorens wij starten met de webinar, even een paar huishoudelijke mededelingen. Kan iemand naar de volgende slide gaan? Ja. Nou goed, iedereen is vooraf gemute. Wilt u een vraag stellen, kan dat via de chat. De presentatie wordt opgenomen en zal achteraf ook worden verstrekt, inclusief de bronnen voor aanvullende informatie. Dus dat komt later in orde. Maar dan geef ik nu het woord aan Henk Arts. Dankjewel Jelle. Nou, ook van mijn kant natuurlijk allemaal hartelijk welkom. We gaan in dit webinar een aantal dingen doen. Eerst even van... Hoe is het gesteld met digitale vaardigheden binnen gemeenten? Kijken naar ontwikkelingen op het gebied van leren. Met name ook naar e-learning. Vaak oude wijn in nieuwe zakken. Of niet. Daarna gaan we kijken naar met name de praktijk van hoe je leren kunt integreren in het werkproces. En, ja, en als laatste, ja, wat betekent dat voor de praktijk in in gemeenteland en wat gaan wij daar in de toekomst nog doen. Goed, om te beginnen met het eerste thema. We hebben een beetje rondgekeken en je ziet allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de decentrale overheid. Smart city, kunstmatige intelligentie, de digitale overheid. Allerlei dingen rondom informatiebeveiliging. Kortom, ontwikkeling te over. En, maar het moet allemaal dadelijk toch gebeuren met de mensen. En dan gaat het met name om, hoe is het gesteld met de digivaardigheid van mensen? Nou, dan kun je op de eerste plaats natuurlijk je afvragen, wat is digivaardig? Nou, daar zijn wat definities voor. En wat je met name vindt, dat het gaat om vier hoofdthema's, met name operationele vaardigheden, ICT skills, dus het kunnen omgaan met software, concrete softwarepakketten, bijvoorbeeld een zaaksysteem of een VTH-systeem, maar ook het gebruik van hardware. Nou, informatievaardigheden, dan gaat het met name om het kunnen vinden en omgaan met informatie op een verantwoorde manier. Digitaal samenwerken is heel erg belangrijk, zeker op vandaag. Nu werken op afstand. En digitale veiligheid. Nou, er zijn scans op internet, met name de Stichting ANO Fonds van het Rijk heeft een hele mooie scan die je kunt doen om je eigen digivaardigheid te testen. Maar ik denk dat het met de deelnemers aan dit webinar wel goed zit, maar het gaat me natuurlijk om de collega's binnen de organisatie. Goed, we hebben gekeken naar wat onderzoeken. Eén is van de Universiteit Twente. Het is een ietsjes ouder onderzoek, maar van de andere kant zegt het wel heel erg veel. Als je kijkt links in de grafiek de operationele vaardigheden en van een aantal opdrachten die mensen moesten doen, met name dus mensen in de overheid, dan zie je dat de score op de operationele vaardigheden, ja, het correct uitvoeren, dat die erg laag is. Dat is opvallend, maar kijk je naar het rechter tabelletje rechtsonder, dan zie je iets wat eigenlijk nog ja, meer zorgwekkend is. En dan kijkende naar de leeftijd, dan zie je dat met name dus de oudere medewerker aanzienlijk en meer tijd nodig heeft om de opdrachten uit te voeren. En ook dus minder in staat is om het correct uit te voeren. En als we dan kijken naar de gemiddelde leeftijd op dit moment bij gemeentes, dan... ja, dan zie je het zorgpunt, omdat veel gemeentes zitten al met de gemiddelde leeftijd rond of tegen de 50 jaar. Dus dat betekent dat er een belangrijke groep ouder is. Ja, we hebben zelf ook interviews gedaan met een aantal ICT-managers binnen gemeentes, onder andere door een student van de Hans Hogeschool. En een paar... vragen eruit waren wel erg opvallend, dat ICT-managers vinden dat hun ambtenaren niet zelfredzaam zijn met ICT. Dat gaf 4 van de 10 deelnemers gaf dat zo aan.
En met name de zorgen met betrekking tot kennisborging, en dat kun je ook koppelen aan het vorige punt, met betrekking tot mensen die dadelijk de organisatie ook allemaal verlaten, dat het borgen van de kennis op lang niet al plaatsen op orde is. Kijk je dan naar hoe zitten ambtenaren in het spel? Nou, ze vinden zeg maar ICT allemaal wel belangrijk. Maar over het algemeen zie je dat de feeling met ICT toch wat lager is. En met name ook de veranderingsbereidheid, dat die niet heel erg hoog scoort. En dat zie je ook met name als je kijkt van de bereidheid tot leren. Het kan ook zijn dat het aan de aanbodkant ligt, overigens, dat weet ik dus niet. Maar je ziet maar dat de afgelopen jaren zeg 33% zich heeft laten bij- of nascholen. En dat betekent dus dat ruim 2/3 geen training heeft genoten met betrekking tot ICT. En het vaak gebeurt door het maar zelf uitzoeken. En logisch is dat je dan niet de volledige waarde haalt uit de ICT-toepassingen. Nou, een ander onderzoek van M&E Partners afgelopen jaar over digitale transformatie binnen gemeentes toont met name aan hoe belangrijk die digitale vaardigheden zijn om daadwerkelijk tot vernieuwing te komen binnen de decentrale overheid. Dus een serieus punt van aandacht. Nou, wat zijn dan ontwikkelingen op het gebied van leren die hier relevant kunnen zijn? Nou, ik heb eens intern gekeken wat we allemaal doen bij TTS aan leren, leervormen. En ik schrok er zelf eigenlijk van hoeveel verschillende technieken en toepassingen we inzetten. Daar gaan we vandaag niet in detail op in, zeker niet. Waar het om gaat is wat speelt er als het gaat om leren en de verandering. En dan is denk ik dit plaatje interessanter en misschien ook wel overzichtelijker. Ik zal niet alle punten gaan noemen. Je ziet ook hier in de bron dat het eigenlijk een redelijk oud plaatje is. En je ziet dat over het algemeen op dit moment dus, want dit waren de goeroes die vooruit keken in 2002. Maar je ziet op vandaag dat dit eigenlijk wel de situatie is. En, maar als ik kijk naar gemeenteland, dan is dat denk ik nog lang niet altijd. Dan is het misschien nog op veel plekken wel toekomst. Dat training of leren gaat van een event naar een continu proces. Het is niet alleen in een training waar het leren plaatsvindt. Het leren vindt met name dus ook op de werkplek plaats. Je ziet dat social media een enorme bron is om kennis op te halen. Het is een 24/7 proces. Wat leuk is om te zien dat e-learning is nog heel vaak een e-training. En je ziet heel erg de ontwikkeling naar het leren integreren in het werkproces. En dat ondersteunt die introductie van electronic performance support systemen. En misschien nog wel de belangrijkste is dat het heel erg gaat van een push, waar de organisatie bedenkt wat mensen moeten leren, naar een pool. In de zin van, heb ik toegang tot kennis en informatie en leeroplossingen op het moment dat ik ze nodig heb. Dus dat zijn enkele dingen uit dit lijstje die wel erg in het oog springen. En wij zien dit ook daadwerkelijk nu gebeuren. Nou, het aardige, dit is een heel recent plaatje van een learning hype cycle. En daar zie je ook dat zeg maar, je hebt altijd vernieuwingen die als een hype binnenkomen, maar overleven ze die hype en komt het ook tot een stukje volwassenheid in de markt. En je ziet dat performance support, dus het leren op de werkplek met behulp van technologie, dat inderdaad een flinke sprong heeft gemaakt naar een stukje volwassenheid op dit moment in het bedrijfsleven. Goed, e-learning werd al genoemd. Op het ene plaatje stond ook e-learning en e-training. Vaak zie je, en ik heb hier een aantal vragen die we ons stellen. Hebben we nou te maken met echt nieuw ontwerp van leren met behulp van technologie? Of is het gewoon een training
elektronisch gemaakt. Ik zeg ook wel eens heel plat, een boek op batterijen. Want dat is niet erg effectief. Dan maak je niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van de technologie. Een andere vraag die je moet stellen is standaard content versus organisatiespecifiek. Er zijn hele bibliotheken met trainingen beschikbaar in de markt. Standaard trainingen. Kijk bijvoorbeeld naar LinkedIn op vandaag. Maar ga je nou kijken naar organisatiespecifieke trainingen, dan wordt het al een heel stuk minder. Terwijl juist de waarde van je eigen processen goed overbrengen naar mensen, je eigen procedures, werk, instructies en dergelijke, is van enorme waarde, want daar onderscheid je je in als organisatie. Dat maakt je specifiek, dat maakt je krachtig. En daar is dus ook behoefte aan. De behoefte kan niet alleen gevuld worden met het aankopen van standaard training. Nou, beschikbaarheid is natuurlijk een belangrijk punt, zeker op vandaag met hybride werken. En toegang tot die trainingen, niet alleen op het moment dat ik op het werk ben, maar ook vanuit thuis op elk moment. Dat in gesprekken met gemeentes zien we dat er verschillende gemeentes bezig zijn met leermanagement systemen. Maar ben je er dan? Die vraag moet je heel duidelijk wel stellen, want een leermanagement systeem is niets anders dan een container waar je dus uiteindelijk je trainingen in moet aanbieden. En dan kun je volgen hoe het gebruikt wordt en dergelijke. Maar het gaat uiteindelijk om content. Je moet wel vulling hebben voor het systeem. Nou, zelf ontwikkelen of uitbesteden. Er is heel lang beeld geweest van e-learning ontwikkelen is echt iets voor specialisten. Of dat moet je uitbesteden en dan zit je, nou, een uurtje e-learning kost al gauw 30 dagen ontwikkeltijd. Nou goed, die tijd die hebben we niet, dus we kijken wel naar buiten met alle gevolgen van dien. Maar die situatie is wel veranderd de laatste jaren. We zitten dus echt wel, er zijn tools op de markt waarmee het dermate eenvoudig is om al redelijk aantrekkelijke instructies te maken. Dat het meer gaat om de expertkennis dan om echt de vaardigheid voor het ontwikkelen van e-learning. Wat ook heel erg belangrijk is, praat je over e-learning of microlearning. E-learning is vaak, dan praat je vaak over trainingen, over hele cursussen die een uur of nog langer duren. Wil je het leren daadwerkelijk integreren in het werkproces, dan is het heel erg belangrijk dat je ook kijkt dat die training is opgebouwd uit kleine stukjes die je ook daadwerkelijk in de praktijk kunt aanbieden, bijvoorbeeld door performance support. Dan ben je dus ook in staat om het daadwerkelijk te integreren in het werkproces. Want een training van een half uur, zelfs een training van een kwartier, gaat niemand doen tijdens zijn werk. Dat duurt te lang. Het moet echt kort zijn, wil je het kunnen aanbieden in het werkproces. Goed, dit zijn wat vragen die belangrijk zijn op het moment dat je echt hiermee aan de slag gaat. We gaan nu verder inzoomen op performance support. En Twan, ik geef jou graag het woord. Dankjewel Henk. Ik ga jou heel even de klikactie ontnemen, zodat we niet per ongeluk jij mijn presentatie overneemt. Ik heb nog 3 slides voor u en dan gaan we de praktijk in. Voordat ik die slides ga laten zien, mochten er vragen zijn tussendoor in het communicatiedeel van de applicatie, vindt u een optie questions. Als er vragen zijn, post die daar alsjeblieft in. We proberen de vragen zoveel mogelijk te verzamelen voor aan het einde. En dan zullen we ook de antwoorden geven. Dus stel die vraag alsjeblieft. 3 slides nog te gaan, zoals ik aangaf. Nou, de eerste die gaat over het leerproces zelf. Op het moment dat wij namelijk die content gaan aanbieden aan de gebruiker, kunnen we dat op verschillende momenten doen. Hè. De gebruiker heeft verschillende momenten van kennis tot zich nemen. Dat is op het moment dat je iets nieuws gaat leren of je gaat specialiseren. Je gaat je voorbereiden op je taak. Dat doe je voor het in de praktijk brengen op je werkplek. En daarnaast hebben we nog momenten waarop je op je werkplek zit. En dan moet je je kennis toepassen. Je moet omgaan met wijzigingen. Zeker in de tijd wat we cloud applicaties hebben. En de ene op de andere dag kan een applicatie alweer veranderd zijn. Hoe ga ik daarmee om? En dan kunnen er natuurlijk dingen fout gaan. En daar moet ik op kunnen acteren.
Nou, als ik ga kijken naar al die momenten van behoefte waarop de gebruiker eigenlijk kennis en informatie nodig heeft, dan pak ik even het stuk vooraf, hè, wanneer je iets nieuws gaat leren of specialiseren. Dat doen we vaak in de vorm van e-learning of een klassikale training. Nou, de slide die je nu voor je ziet is een hele oude, ik denk inmiddels bijna 20 jaar oud. De vergeetcurve van Ebbinghaus met op de x-as de tijd en de competenties op de y-as. En het eerste zullen we allemaal herkennen uit de praktijk. Hè. Je gaat een training volgen en die training ja, die bevindt zich voor de go-live. En de go-live kan zijn een echte implementatie van een nieuwe software, maar het kan ook natuurlijk een gebruiker zijn die software gewoon voor het eerst in gebruik gaat nemen zelf. Nou, die doet zijn competenties op en op het top van de cursus denk je van, ah, top, ik heb het allemaal helemaal begrepen, mij kunnen ze niks meer verder wijs maken, ik ga ermee aan de slag. Maar op het moment dat je die cursuslocatie verlaat of je bent met je e-learning klaar, zit er altijd een tijd tussen het toepassen van de kennis die je hebt geleerd. En die vergeetcurve die kikt behoorlijk hard in. Dus je vergeet wat je hebt geleerd behoorlijk snel als je het niet toepast. Nou, de curve die we hier zien is die vergeetcurve die gaat naar beneden tot het moment van go live. En dan doen we op de werkplek wel weer wat kennis op. Hè, door het vragen aan collega's, een beetje support, floorwalking wat we van het verleden kennen om die kennis een beetje hoger te krijgen. Maar is niet altijd effectief. Hè? Het duurt vrij lang voordat je weer op het kennisniveau zit waar je eigenlijk zou willen hebben. Nou, wat wij eigenlijk doen met performance support zijn eigenlijk twee dingen. Wij proberen zowel de gebruiker te ondersteunen op de werkplek met de meest praktische dingen, zaken die je in de context van je werk doet. En we proberen wat vooraf informatie te geven met betrekking tot de meest cruciale dingen die je moet leren. Dan moet je denken aan de kritische taken die je echt moet kennen voordat je in het werkproces aan de gang gaat. De werkprocessen in het algemeen, de kritische taken, die wil je vooraf pakken. En op het moment dat je daarop focust, hoef je dus niet alles in die klassikale training of in dat e-learning te stoppen. Betekent dat er minder kennisoverdracht is van tevoren en dus ook minder de vergeetcurve dus een stuk korter wordt. Nou, doordat we de content digitaal aanbieden, is het niet, we stoppen 8 man in de klaslokaal en wanneer die 8 zijn geweest, dan kan u de volgende 8 pas weer. Maar omdat we dat digitaal aanbieden, kunnen meer mensen tegelijkertijd een training volgen en kan daardoor de tijd dichter tegen de go-live aan zitten, waardoor de vergeetcurve ook minder wordt. Nou, als we dat dan combineren met performance support, zoals we dat noemen, en wij gaan het laten zien dadelijk in het voorbeeld met behulp van de TTS Performance Suite, kunnen we die kennis al heel snel weer op het topniveau brengen en vanuit daaruit verhogen. Hè? Want je kunt je kennis natuurlijk naderhand op het werk, op de werkplek zelf ook nog gaan verhogen. Dus behoorlijk belangrijk om dit in oogslag te nemen. Nou, nog eventjes gefocust op wat we dan behandelen in zo'n training. Nou, vooraf ga je dus met name focussen, zoals ik net aangaf, op de processen en de concepten. He, dat is echt een stukje training, de richtlijnen, wat moet ik allemaal weten vooraf voordat ik in de praktijk aan de gang ga. En dan komt natuurlijk ook een stukje motivatie bij kijken. Hè. Zeker in wanneer er een nieuwe tool moet geleerd worden. Hè. Waarom dan weer een nieuwe tool? Die andere was toch prima? Nou, inzicht krijgen waarom die nieuwe tool er is, wat voor voordeel het oplevert. Kortom, de gebruiker motiveren om ergens mee aan de gang te gaan. Nou, wat vindt er dan zich plaats op de werkplek zelf? Dan willen we de gebruiker ondersteunen met name stap-voor-stap instructies. Je bent vergeten misschien in die training van welke stap het exact waren. Nou, op de werkplek, als ik zeg klik hierop, klik daarop, doe dit, doe dat, kan ik de gebruiker makkelijk ondersteunen. Indien nodig een stapje verder, wat meer gedetailleerde informatie en eventueel ook toegang tot zelfstudiemateriaal om je kennis te verrijken. Of als je iets al lange tijd niet hebt gedaan, die kennis toch tot je te nemen. Nou, dan hebben we de performance support, zoals we dat dan noemen, of werkplek leren, workflow learning. Allemaal termen eigenlijk een beetje voor hetzelfde. Als we die invulling gaan geven, nou, dan kunnen we dat doen door bijvoorbeeld, in het verleden hadden we quick reference cards naast ons bureau liggen. Nou, die quick reference cards die gaven keurig aan welke stap ik moest doorlopen, maar die zijn natuurlijk nooit up-to-date. Hè, want als er iets wijzigt, ja, dat ding ligt naast je bureau, dat wijzigt niet automatisch mee. Dus het is niet zozeer effectieve performance support. Nou, wanneer is performance support effectief? Nou, wanneer we de gebruiker kunnen ondersteunen in het werkproces zelf. En dat betekent in de rol die de gebruiker heeft. Hè. De ene gebruiker kijkt misschien wel naar precies hetzelfde scherm als de andere gebruiker, maar heeft misschien een andere rol waardoor die andere werkinstructies moet volgen. Dus we proberen dit zoveel mogelijk te doen in de rol van de eindgebruiker. Dat proberen we tevens contextueel aan te bieden. Dus we gaan niet de gebruiker laten zoeken naar informatie, maar we proberen op basis van bijvoorbeeld schermherkenning
kunnen laten zien van hey, die gebruiker zit hier, dan heeft die waarschijnlijk deze supportmiddelen nodig als die hier een vraag gaat hebben. Dus we brengen de content naar die gebruiker toe, contextueel. En dan willen we dat precies genoeg informatie aanbieden om de gebruiker te helpen. En dat precies genoeg is voor de ene gebruiker natuurlijk net iets anders dan voor een andere gebruiker. En dat precies genoeg, dat wordt vormgegeven zo dadelijk in het supportvenster, wat ik zo dadelijk ga laten zien. Nou, als we dit gaan aanbieden over verschillende applicaties heen, hè, want we werken natuurlijk niet met één applicatie, we hebben zaaksystemen, we hebben supporting applicaties zoals Microsoft Office, dan zou het wel zo fijn zijn dat als we die systemen hebben, dat we één centrale plek hebben waarop we die gebruiker kunnen helpen. Dus die gebruiker heeft maar één punt van toegang, daar vindt hij alle ondersteuning cross-applicatie. Nou, van de ene naar de andere is, we willen werk ondersteunen en niet zozeer alleen maar een applicatie. Dat wordt dan een punt van waarheid, betekent dat die gebruiker daarop moet kunnen vertrouwen, single point of trust, want die informatie die gaat hij daar ophalen en klopt die niet, dan ben ik misschien nog wel bereid daar een tweede keer naartoe te gaan, maar ja, als het dan weer niet klopt, dan ga ik toch wel weer de oude weg in en dan ga ik die informatie wel vragen bij een collega die het weet. En de vraag is of dat hij de best practice weet, dat is dan een tweede. Nou, dit proberen we beschikbaar te krijgen binnen 2 klikken 10 seconden voor die gebruiker. En omdat we in een tijdperk leven waarin ook veel thuis wordt gewerkt, in eigen tijden en dergelijke, willen we die informatie 24/7 beschikbaar hebben. Nou, ik had gezegd 3 slides. Dit zijn de 3 slides. Waar we naartoe gaan is even een praktijkvoorbeeld. En het liefst had ik iets willen laten zien met een zaaksysteem. Helaas heb ik dat zelf niet op mijn beschikking. Dus ik heb even een andere applicatie. Dat is in mijn voorbeeld is dat Salesforce. En die ga ik nu openen, Salesforce applicatie. Maar hier in de plaats kun je eigenlijk elk systeem bedenken. Dus dit kan ook een zaaksysteem zijn waar je nu naar kijkt. Ik open een CRM systeem, Customer Relationship Management. Maar ik ga een voorbeeld laten zien waarin ik de gebruiker ondersteun op de werkplek. Daar ga ik mee beginnen. En daarna laat ik ook nog zien hoe dat we die gebruiker kunnen voorbereiden op zijn werkzaamheden in het leerproces. Nou, ik ben aan het werk in een applicatie. Nou, in mijn voorbeeld is dat een sales applicatie. En nogmaals, hier kun je alles in de plaats zetten. Zowel andere desktop applicaties als andere web-based applicaties. Nou, ik ben aan het werk. Ik ben een accountmanager in dit geval. En ik ben naar een beurs geweest. Heb allerlei mooie leads verzameld. En die wil ik gaan verwerken in het systeem. Maar ja, hetzelfde als dat bij jullie werkt. Als je iets een tijdje niet hebt gebruikt, dan weet je misschien niet precies hoe dat meer moet. Dus ik heb hulp nodig op dit moment. En op het moment dat ik hulp nodig heb, dan heb ik één enkel punt van toegang in het systeem. En dat wordt weergegeven bij ons door de sinaasappel. En die sinaasappel die vind je in de systeembalk van Windows op één centraal punt. Nou, op het moment dat ik hulp nodig heb, dan klik ik gewoon één keer op die sinaasappel en dan opent er een supportvenster. En dat supportvenster dat we hier zien, dat duwt het werkvenster iets opzij en toont daarnaast de supportonderdelen. Nou, even vooraf voordat ik daar helemaal op inga, je ziet in deze demo een hele hoop gegevens en dat kan nog wel eens overweldigend zijn. Heel veel van onze klanten die beginnen niet met dit volledige voorbeeld. Ik heb het alleen er nu in zitten om je van alles te kunnen laten zien. Dus het hoeft echt niet zo'n volgepropt scherm te zijn met allerlei werkinstructies. Dit is voor de demo, zodat ik wat flexibeler kan rondbewegen. Nou, wat gebeurt er? Op het moment dat ik die help open, heeft de help applicatie, de Quick Access, heeft herkend welke applicatie ik aan het werk ben. Dus hij ziet, hey, Twan is bezig in Salesforce. En niet alleen dat, hij is ook nog bezig op de homepagina. Hier heb je alle helponderwerpen die op dat moment van toepassing zijn. Nou, dit werkt cross-applicatie. Nou, om even te demonstreren, ik zal Microsoft Excel openen. In mijn voorbeeld. Die opent natuurlijk op mijn andere scherm. Dus ik sleep even naar deze applicatie, naar dit venster toe. Open een document. De support staat er inmiddels al. Ik ben geswitcht van applicatie en het systeem heeft herkend. Hey, bezig in een andere applicatie. Hier heb je misschien andere werkinstructies nodig. Dus in de context van deze applicatie, in dit voorbeeld een desktop applicatie, wordt er hulp getoond. Nou, ik ga weer even terug naar mijn Salesforce, want daar heb ik wat meer voorbeelden in om te kunnen laten zien. En je ziet dat er weer terug wordt geswitcht. Dus de applicatie herkent de context. Niet alleen de context van de applicatie, maar ook de rol. En de rol kan ik niet zozeer visueel maken. Maar omdat ik ben ingelogd in het systeem binnen Windows met mijn gebruikersnaam, weet het systeem ook welke rol ik heb. Dat doen we op basis van de single sign-on, de Active Directory voor degene die dat wat zegt. Maar we weten dat die gebruiker een bepaalde rol heeft. Dus de onderwerpen die ik hier zie,
die zijn gebaseerd ook op mijn rol. Althans, dat is een optie die we daarvoor hebben. Het kan dus zijn dat u naar hetzelfde venster kijkt, maar toch andere informatie zien krijgt, omdat binnen de rol die je dan uitvoert andere informatie van toepassing is. Nou, even terug naar het venster. Ik zit op Salesforce Home, dat is de homepagina. Op het moment dat ik nu denk, nou, ik heb nu nog geen support nodig, kan het venster eventueel sluiten, het supportvenster, dus ik hoef het niet open te laten. Maar laat ik nu eens even naar die tab Leads gaan hier zo. En nu is de context gewijzigd. Dus omdat ik nu wat dieper in het systeem zit, zien we ook dat die context wordt aangepast. Dan zie je rechtsboven in die zoekbalk, heeft hij nu gezien van hij zit nu in Salesforce en hij zit op de leads pagina en hij zelfs nog op de recent review page. Hier heb je alle relevante helponderwerpen op dat niveau. Nou, gaan we even kijken naar het supportvenster zelf. Wat voor support bieden we die gebruiker dan aan? Nou, dat doen we op basis van precies genoeg principe. En een precies genoeg principe is van kleine brokjes informatie naar wat bredere informatie. En dat zien we hier. Nou, wat is nieuw is alles wat er eventueel nieuw is. Daar kom ik later misschien even op terug. Ik pak geen even bij de stap voor stap instructies. Dus als ik als gebruiker, ik heb die training al gehad. Ik hoef alleen maar even te weten, hoe zat dat ook alweer? Welke knoppen moet ik aanklikken? Hebben we daar bijvoorbeeld een stap voor stap instructie voor? Met één klik op de knop word ik als gebruiker daarmee visueel ondersteund en textueel ondersteund. Dus ik zie de stappen hier voor me die ik moet uitvoeren met een visuele ondersteuning van waar dat die knop zich dan bevindt. Dus ik klik op leads. Nou, dat had ik al gedaan, dus die stap kan ik eventueel overslaan. Maar ik kan, mocht ik hem niet weten te vinden, kan ik hier met de muis overheen bewegen en die laat mij dan precies zien waar in de applicatie die knop zich bevindt. En niet een onderdeel van vandaag, het maken van de content, wellicht voor een volgende sessie zeer interessant. Maar het maken van deze content gebeurt door wat is een subject matter expert. Ik gaf al aan, het is niet een e-learning auteur die dit doet. Of een iemand die technisch heel handig is met afbeeldingen. Nee, dit is een persoon die weet hoe dat de stappen moeten in de applicatie. En met de auteurstool is het uitvoeren van de stappen, leidt dit tot de instructie die we hier te zien krijgen. Dus die genereert eigenlijk automatisch de klikacties, die ik eventueel kan aanvoelen met tips en de screenshots. Dus dat even terzijde voor het maakproces van de content en dus makkelijk te onderhouden en up-to-date te brengen. Nou, die stappen kan ik dus uitvoeren met dit tegelijkertijd in beeld. Ik klik op die knop nieuw. Nou ja, zie het voor je dat je met een zaaksysteem werkt, bijvoorbeeld in de gemeentewereld. En dan kan ik daar exact diezelfde functionaliteit voor aanbieden. Ik geef de gebruiker aan wat die moet doen. Nou, klik op het veld Salutation, selecteer de gewenste aanhef enzovoorts. En ik doorloop de stappen zoals die hier staan. Nou, mocht dit nou niet genoeg zijn, heb ik meer details nodig. Dan kan ik eventueel naar het onderdeel details en dan kan ik details bekijken. Die kunnen gaan over eigenlijk dezelfde content, maar dan meer in een documentvorm. Waarin ik wat meer algemene uitleg heb. Maar dit kan ook zijn, elk document wat jullie al beschikbaar hebben binnen de gemeente, die al van toepassing zijn. Dat kunnen werkinstructies zijn, maar ook guidelines die niet zozeer te maken hebben met de applicatie zelf, maar meer te maken hebben met hoe ga ik nou met een zaak om in het algemeen, los van het systeem zelf. Nou, die documentatie kunnen we ook aanbieden en contextueel aanbieden. Nou, hier heb ik een voorbeeldje. Dit is een lead generatiegids. Die gaat niet over de Salesforce applicatie, maar wel over het werken met een lead, of in het algemeen het werken met een zaak. Om de vertaalslag te leggen. En ik heb dit document hier aan gekoppeld. Dus ik kan die context gewoon openen. Het document openen in de context van wat ik eigenlijk aan het doen ben. Nou, heb ik een handeling lang niet gedaan, of ik moet een taak overnemen van een collega, dan kan het soms handig zijn om een korte e-learning te bekijken. Nou, Henk noemde al die micro-learning. We hebben het niet over een volledige cursus die we nu in één keer gaan doen, maar we gaan een klein stukje bekijken wat alleen maar te maken heeft met het toevoegen van een nieuwe lead. Nou, wil ik dat toch een keer oefenen, dan open ik bijvoorbeeld een e-learning. En het grappige van deze e-learning is dat die gemaakt is op dezelfde wijze als die stap-voor-stap instructie die ik net liet zien. Door het uitvoeren van de handelingen kan zo'n e-learning in de eenvoudige vorm zoals ik hem nu laat zien, automatisch worden gegenereerd. Dus daar ook laagdrempelig om die content zelf te ontwikkelen binnen je eigen organisatie. Nou, hier hebben we een voorbeeld. Dat kan natuurlijk helemaal look and feel hebben van de gemeente zelf.
En ik ga hier naar de volgende stap. Het is een e-learning, zoals ik al zeg. Eventueel doelstellingen toevoegen. Van wat ga ik leren? En hier hebben we eigenlijk een stukje interactie wat automatisch wordt opgenomen. Eventueel verrijkt met wat animaties en geluid, indien wenselijk. Zo niet, dan houden we nog steeds de simulatie over. En hier staat wat die gebruiker eigenlijk moet doen. Dus om dit te kunnen doen, moet ik klikken op het menu Item Leads. Dus ik doorloop een simulatie om het een keer te oefenen. Klik op de knop Nieuw. Klik ik verkeerd? Klik toch verkeerd, krijg ik feedback. En eventueel totdat ik aangegeven word, nou, hier had ik eigenlijk moeten klikken. Dus interactief loop ik nu door die stappen heen. En eventueel aangevuld met aanvullende informatie, zoals de velden met een sterretje zijn verplichte velden. Ik zal deze niet helemaal doorlopen. En ik keer weer even terug. Dus we zien een gelaagdheid in de informatie. En nogmaals, we hebben klanten die eigenlijk helemaal geholpen zijn met alleen maar de stap voor stap op de werkplek. Prima, niks mis mee. Als dat voldoende is, dan beperken we ons tot stap voor stap. Maar je kunt uitbreiden. Eventueel tot het volgen van een complete cursus. En die cursus, daar kom ik eigenlijk mee in het eerste stuk van mijn eerste dia. Wat we vooraf normaal gesproken doen. Ik kan hem hier benaderen vanuit de context. Maar vaak doe je dit vooraf. En ik klik hier even op die knop. Wat er wordt geopend is het portaal die onderdeel uitmaakt van de TTS Performance Suite. Waarin ik als gebruiker in mijn rol de cursus kan bekijken. Nou is deze cursus in de context van wat ik aan het doen ben geopend. Maar ik had ook direct naar het portaal kunnen gaan. Naar de cursussectie hier. Alle cursussen binnen mijn rol die van toepassing zijn, kan ik hier openen. Niet alleen IT, maar ook non-IT. Hè. Op het moment dat ik bijvoorbeeld te maken heb met Safety First, hè, bedrijfshulpverlening. Kan ook een cursus zijn. Hè. Het hoeft niet specifiek applicatiegericht te zijn. Ik pak even het voorbeeld van Salesforce, omdat ik daarmee bezig was. Ik kan er dus ook naartoe navigeren. Voor Sales cursussen. En nogmaals, deze zijn de cursussen die in mijn rol van toepassing zijn. En ik klik hier op Lead Management en vervolgens heb ik hier een overzicht van de cursus die ik kan doorlopen op mijn eigen tempo en op elk moment. En die informatieblokken die je hierin ziet, dat zijn de losse blokken die ook gebruikt kunnen worden op de werkplek als losse elementen. Alleen worden ze hier gegroepeerd en structureel uitgelijnd in een cursusstructuur. En ik kan die e-learning dus ook vanaf hier openen, eventueel verder gaan waar ik gebleven was enzovoort. Goed, tenslotte, ondersteuning voor processen. Dus niet alleen de ondersteuning van losse leerobjecten. Vaak ben ik in mijn werk bezig met een groter geheel. Hè. Dus ook in Salesforce. Het aanmaken van een lead is maar een onderdeel van een groter proces. Waarin een lead wordt aangemaakt. Vervolgens worden er taken aan toegekend. Vervolgens wordt die misschien wel geconverteerd naar een opportunity. Nou, ik neem aan dat jullie vergelijkbare processen hebben wanneer je met een zaak bezig bent. Hè. Er wordt een nieuwe zaak aangemaakt. Die doorloopt een aantal stappen. En uiteindelijk wordt die zaak gesloten of gearchiveerd of wat dan ook. Die stappen vormen een proces. En in een proces ben ik natuurlijk niet de enige die daar een rol in speelt. Ik ben een onderdeel van een groter geheel. Nou, processen kunnen we ook contextgevoelig koppelen. En die kunnen ook direct benaderd worden door de gebruiker. Dus in de context van leads, hè, waar ik nu mee bezig ben, wil ik wel eens bekijken wat nou het hele leadsproces is. En met één klik op de knop opent het portaal wat daaraan gekoppeld is. En er wordt een... daar is die. En daar wordt het proces getoond. En het proces is het proces zoals die bedoeld wordt voor een eindgebruiker. Zodat een eindgebruiker dit snapt. En het gaat niet om een complete swimlane met een heel proces modeling tool erachter. Om alle processen compleet uit te mappen. Dat niet geschikt is voor een eindgebruiker, maar om het proces vorm te geven. Nee, dit is voor de eindgebruiker. We zien hier een voorbeeld. Het toevoegen van een lead. Nou, vervolgende stap in het proces is die taak toevoegen aan een lead. Eventuele campagne. Dus er zijn een aantal stappen in dit proces. En zoals je ziet worden die uitgevoerd door een aantal rollen. En die rollen, dat kunnen dezelfde personen zijn, maar dan in een andere rol. En per stap kan er iemand anders voor verantwoordelijk zijn. Nou heb ik op dit moment toegang tot de hele proces aan documentatie. Maar het kan ook wel eens zijn dat ik zeg, nou, ik wil binnen mijn rol alleen kunnen zien wat die rol met zich meebrengt. Nou, in dit voorbeeld pak ik eventjes de verkoopbinnendienst, hè, die hier een rol heeft in deze twee stappen. Stel dat ik alleen maar die rol had, en ik ben hier ingelogd als een admin met alle rollen, maar stel dat ik alleen maar die rol zou hebben, dan zou het kunnen zijn dat ik die informatie ook alleen maar kan zien. Dus ik zie wel het hele proces, maar ik heb alleen toegang tot de verdiepende informatie voor de taken die ik moet uitvoeren.
Nou, we kunnen dit ook openbaar maken. Dan begrijp je wat de andere mensen in de rol doen. En dan zie je dat ik overal toegang tot heb. Nou, op elk niveau van het proces kan ik informatie koppelen. En dat kan weer dezelfde informatie zijn als die hier staat. Of elk ander document wat jullie beschikbaar hebben. Of het nou staat in ons systeem. Of op jullie SharePoint. Of intranet. Of misschien wel een ander document management systeem. Wij kunnen ook op die manier naar die documentatie linken. En die aanbrengen in de context van het proces. Of in de context van een applicatie. En hier bied ik dus eigenlijk een totaal leer- en supportoplossing voor die gebruiker om de processen te snappen, om een cursus te volgen en om contextueel geholpen worden in elke applicatie. En nogmaals, dit is een demo. Je ziet heel veel hier staan. Kan overweldigend zijn. In de praktijk beginnen we daar wat rustiger mee, zodat de gebruiker de kans krijgt om aan zo'n systeem te wennen en die informatie tot zich te krijgen. Dan ben ik benieuwd. Henk, wil jij eerst doorpakken aan jouw kant of wil jij alvast vragen behandelen? Nee, we gaan eventjes nog het laatste stukje. Ik zet PowerPoint weer even terug en dan krijg ik weer de rechten terug. Henk, the floor is yours. Ik zal even deze slide voor je. Ja. Ja. Als het goed is, moet de volgende slide komen. Ja. Die hebben we gehad, de demo. Nou, ik hoop dat jullie in ieder geval hebben gezien enkele principes die ik ook van tevoren heb ingeleid. Deze applicatie die we nu hebben laten zien, DDS Performance Suite, is geschikt in principe voor alle Windows en alle webapplicaties. Dus ook cross-applicatie. En we hebben ook heel nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen binnen gemeenteland op dit moment. Hybride werk is misschien wat meer generiek, maar daar hebben we wel allemaal mee te maken. Van hoe ondersteunen we nou die gebruiker die niet meer elke dag op kantoor is, maar wel meegenomen moet worden in nieuwe ontwikkelingen. Daar zullen we in de komende tijd op verdiepen. We weten, de datum staat nog steeds 1 juli, de nieuwe omgevingswet. Wat nogal wat impact heeft op processen en applicaties binnen gemeenteland. Ook daar kunnen we gewoon ondersteunen, perfect ondersteunen met deze oplossing. Nou, zakelijk werken, daar hebben we al verschillende voorbeelden van in de praktijk binnen de overheid. Waar het niet alleen gaat om de kliks inderdaad, maar ook om de andere manier van werken. En last but not least, Microsoft 365. Daar waar we een complete suite hebben van e-learnings, guides en noem maar op. Standaard volledig in het Nederlands op de plank. En vele organisaties kunnen ondersteunen met standaard content. En het mooie is dat je dat met onze suite ook heel makkelijk kunt aanpassen aan hoe het gebruik is binnen de eigen organisatie. Dat zijn de thema's die we de komende periode op willen pakken. En waar we dan dus verder op in zullen zoomen. Dan wil ik nu naar de vragen gaan. Er zijn vragen ondertussen gekomen, maar misschien kun je Jelle, kun je ze even oppakken. Ja, dankjewel Henk, dankjewel Twan voor de heldere presentatie. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Deze vraag is misschien wel interessant voor jou Twan om te beantwoorden. Dat is de vraag van hoe werkt de oplossing nu cross-applicatie? Ja, wat wij eigenlijk doen met onze applicatie is van buitenaf kijken wij welke applicatie actief is. Dus we hebben technisch geen integratie nodig met de applicatie. Dat betekent dat je zowel bij het opnemen als bij het voor de gebruiker aanbieden van kennis de instructies cross-applicatie kan maken. Dus echt support ondersteunen. Dus dat betekent dat bij het maakprocessen wordt het bijvoorbeeld een bepaalde handeling in een case systeem, een zaaksysteem, wordt uitgevoerd in het zaaksysteem. Klik hier, klik daar, klik daar. Dus daar wordt de instructie op gemaakt. En als op een bepaald moment bijvoorbeeld een Word document wordt gegenereerd en wordt geopend in Microsoft Word en je wil daarmee verder gaan, dan zal de applicatie tijdens het maken je daar niet mee tegenhouden. Want de stappen die worden dan vervolgens gewoon opgenomen in die andere applicatie. Dus dat voor het maakproces. Voor de quick access aanbieden aan de gebruiker
wordt de context van buitenaf herkend, zoals je net in mijn kleine voorbeeldje zag. Je zag eerst Salesforce en toen ik Excel opende, toen switchte die naar Excel. Zo, op die manier kunnen we dus ook automatisch bekijken welke applicatie of deel van de applicatie actief is en daar relevante instructies voor tonen. Zit je overigens in een instructie die cross-applicatie gaat, dan switcht die natuurlijk op dat moment niet over, want dan ben je binnen een instructie bezig en dan staan die stappen binnen de instructie. En dan kun je dus echt cross-applicatie de gebruiker ondersteunen. Ik hoop dat dat hem afdoende beantwoordt. En zo niet, ja, dan hoor ik graag een vervolgvraag. Ja, lijkt me helder, Twan. De volgende vraag, misschien voor Henk. Werkt deze oplossing voor elke applicatie? Ja, dat heb ik zojuist al aangegeven. Hè. Dus in principe gewoon voor alle Windows- en webapplicaties. Nou is er wel, we doen altijd van tevoren een... Als we een applicatie tegenkomen die we niet eerder hebben gezien, doen we altijd een test. In de zin van, is de contextherkenning optimaal? Want het is afhankelijk van een aantal factoren. Is de applicatie netjes geprogrammeerd, waarbij objecten allemaal een unieke naam hebben en schermen zeg maar identificeerbaar zijn. Dat is niet altijd 100% optimaal, maar... ik ben nog maar heel weinig situaties tegenkomen in de praktijk waar het niet tot een heel acceptabel niveau werkt. Ja, applicatieherkenning kan overigens altijd. Dus het herkennen van de applicatie, dat is een given. En dan het onderliggende niveau, hoe ver je daarin kunt gaan, hangt een beetje van hoe netjes de applicatie geprogrammeerd is af. Ja. Ja. Ja, de volgende vraag. Ik denk voor Henk wel een goede. We hebben nu veel IT-toepassingen gezien. Kunnen we deze oplossing ook gebruiken voor niet-IT-toepassingen? Ja, zoals Twan al liet zien met dat voorbeeld van safety. In principe zit in de TTS Performance Suite zit een eigen auteur-tool, zoals we dat noemen. Een software waarmee we heel makkelijk e-learning kunnen maken of instructies kunnen maken. We hebben recentelijk de Guide Creator toegevoegd, waarbij zowel voor IT als non-IT zeg maar op een zeer laagdrempelig niveau heel snel aantrekkelijke instructies kunnen worden gemaakt. Dus ja, zowel IT als niet-IT. IT, daar zijn iets meer features, met name door die recording functie natuurlijk. Maar het kan breed toegepast worden. Ja. Even daarop ter aanvulling, als we het hebben natuurlijk over niet-IT, ook dan is contextgevoeligheid nog steeds een oplossing. Alleen moet je natuurlijk niet denken aan schermcontext, maar dan moet je denken aan context met QR-codes, near-field communication als het wat zegt, image recognition, iBeacons. Ja. Nou, wat wil dat zeggen? Ja. Is eigenlijk dat je externe, iemand loopt buiten rond. Hè, bij een, ik pak even een voorbeeldje gewoon op. Iemand loopt bij een lantaarnpaal rond. Die lantaarnpaal is kapot en die moet opengemaakt worden. Dan moet er wat gebeuren. Nou, met behulp van locatiescanning of met behulp van een QR-code kan iets worden gescand en kan die content ook contextgevoelig worden gemaakt indien nodig. Dus dat, ja, kan, ja. Dat kan zeer zeker. Ja, en voor de rest ben je natuurlijk helemaal vrij om elke non-IT content daaraan toe te voeren. Ja, nog één vraag. Ik denk relevant voor Twan. Ja, hoe makkelijk is het nu om die content te maken en ook up-to-date te houden, oftewel te onderhouden? Ja, makkelijk. En dat moet ook. Want op het moment dat jij single point of trust wil zijn voor die gebruiker, dan moet die content up-to-date zijn. Zoals ik al aangaf, als je naar de support gaat en je bent niet up-to-date met je content, nou dan zijn mensen misschien nog één keer vergevingsgezind. Maar dan houdt het al snel op. Dus wat wij doen, we hebben voor de IT hebben we een stappenrecorder. En omdat je geen videoopname maakt, maar een stappenrecorder, kun je elke individuele stap makkelijk vervangen. En met behulp van een functionaliteit die heet re-recording kun je als een applicatie gewijzigd is, een knop staat op een andere plek, de kleurinstelling is veranderd, of de huisstijl is veranderd, zelfs dat, hè, die gaat naar een andere huisstijl over. Wij scheiden bijvoorbeeld de opmaak van de content, dus op het moment dat de huisstijl verandert, kunnen we de huisstijl veranderen en dan kan die content up-to-date worden gemaakt. Nou, op basis van deze methode kunnen we heel snel content aanpassen, dus zowel de instructies als de layout worden op die manier heel snel gemaakt. En Henk noemde net al de Guide Creator. Guide Creator is een hele snelle manier om informatie op te nemen. Dat is namelijk je
als gebruiker, je klikt op die sinaasappel met rechts, je kijkt een nieuw document maken en vervolgens klik je precies op de stappen die je wil uitvoeren en op het moment dat je stopt is je basis van je guide al gelegd. Dus je kunt heel makkelijk daar content mee maken en up-to-date houden op die manier. Ja, dankjewel Twan. Ja, ik zie verder voor nu geen vragen meer. Ja, je zijn nog, wacht, ik zie er nog wel. Ik zie er nog een openstaan hoor, Henk. Ja. Of Jelle. Ja. Ja? Ik zie ze ook binnenkomen. Ja, zo, mijn excuus. Ja, ik zie dat die Microsoft ondersteuning op Office 365 of Microsoft 365. Ja. Die is inderdaad standaard beschikbaar. We hebben die voor de meeste 365 toepassingen. We ondersteunen dus ook OneDrive, SharePoint, Planner, Teams, noem maar op. Delve wordt hier ook genoemd, die hebben we volgens mij nog niet erin zitten. Maar goed, dat is als daar specifieke vragen zijn, kunnen we altijd kijken in hoeverre die kunnen worden toegevoegd of zelf op kunnen worden gepakt. Maar in ieder geval, de hele suite is beschikbaar. Ja, en dan zie ik nog een vraag met betrekking tot de implementatie. Hoe snel is zoiets geïmplementeerd? Hoe snel is onze oplossing geïmplementeerd? Ja. Nou, dat gaat heel snel. Met name op het moment dat je over een SaaS-oplossing praat. Hè, wij bieden onze oplossing aan zowel als SaaS-oplossing als on-premises. Dat betekent dat je hem ook intern helemaal binnen je eigen organisatie kan draaien. Maar dan ben je dus eerst een server aan het inrichten. Op het moment dat we het over SaaS spreken, heb ik volgende week, als ik nu zou bestellen, bij wijze van spreken, heb ik volgende week die server gereed. De clients worden geleverd. Dat zijn vrij eenvoudig installeerbare MSI's. Dus die moeten worden uitgerold. En dan vraagt het eigenlijk aan jullie kant, hoe snel kunnen jullie een MSI-bestand uitrollen naar een gebruiker? Maar er valt weinig aan te configureren. Nou, dan hebben we een traject waarin we eigenlijk van start gaan. In principe kun je direct al van start, maar je wil vaak natuurlijk een aantal basistemplates hebben in je eigen huisstijl. Dus dan worden de templates gemaakt en de doorlooptijd, ja, die varieert. Kijk, wij kunnen in één week in principe het opgetuigd hebben en aan de gang. Maar ja, goed, als we het over huisstijl hebben, moet ik natuurlijk even praten met de afdeling communicatie en marketing misschien. En die moeten een goedkeuring geven. Dus daar zit een andere doorlooptijd in. Aan onze kant kunnen we heel snel acteren daarop. Want het is die server klaarzetten. Standaard templates zijn er al. Maatwerk templates eventueel maken. En dan kun je eigenlijk al direct aan de gang. En dan zul je merken dat de tijd niet zo zit in dat voorbereidend werk. Maar de tijd zit met het bedenken van wat hebben we nou intern nodig. En dat moet je sowieso bij elk systeem hebben. Wat hebben wij nodig aan content voor onze eindgebruikers te ondersteunen. En daar zit eigenlijk de tijd in. Dus de technische implementatie is heel snel gedaan. Ja. Ja, helder. Dan hebben we nu geloof ik wel alle vragen. Nee hoor, want ik heb nog een hele hoop vragen staan. Dus ik weet niet waarom dat jullie die niet zien. Maar ik pak ze wel even op aan mijn kant. Ja, dan pak je helemaal op. Met betrekking tot de leercurve. Onderdeel van de leercurve voorafgaande aan de Go Live is ook het testen van proces en ondersteunende applicatie. Sla je dit nu niet deels over, is de vraag. Nee, dat slaan wij daar niet mee over. Wat wij zojuist hebben laten zien is echt de eindgebruikerskant, hè, wanneer het klaar is. Dus in de demo zat eigenlijk alleen die gebruiker voorbereiden en dan gaat hij ermee aan de slag. Hebben we het echt over testen, dan kunnen diezelfde scripts gemaakt worden. Wanneer we de content ontwikkelen, doen we dat vaak ten opzichte van de acceptatie/testomgeving. Ja, want niemand wil in productie namelijk zijn content maken als dat niet nodig is. Want dan zul je wat meer content moeten verbergen omdat het productiedata bevat. Hè? Volgens de AVG-regels niet altijd handig. Dus we maken die content al in een vroege fase. En die kun je dan al automatisch ook contextgevoelig gekoppeld hebben aan je testsysteem. En aan je acceptatiesysteem. Waardoor je een kleine groep gebruikers eigenlijk al toegang kunt geven met betrekking tot de content om ook dat te testen. Dus nee, wij kunnen eigenlijk voor alle fase in het OTAP-proces, zowel de ontwikkeling, de test, de acceptatie als de productie, kunnen wij eigenlijk al ondersteuning bieden. En de scripts die je maakt met die staprecorder, die kunnen ook tevens worden gebruikt als teststrips. Vaak zien we het andersom, dat de testscripts die gebruikt zijn bij de software te testen, worden gebruikt als input voor de eindgebruiker om content te maken. Dus het kan beide kanten op. Ik hoop dat die daarmee is beantwoord. Dan heb ik nog een vraag staan. Ten aanzien van de quick access, maken jullie gebruik van ingebouwde hulpfuncties of wordt deze opnieuw opgebouwd? En is dat niet een dubbeling? Goeie vraag.
In principe kunnen we de standaard help die in een applicatie zit ook contextgevoelig opnemen in onze tool. Dat doen we dan met behulp van het linken en dan de context eraan toepassen. Dus dan krijg je eigenlijk het onderwerpje te zien in die quick access. Als je erop klikt, wordt de standaard help geopend. Echter, gebeurt in de praktijk heel weinig. En waarom? Omdat die werkinstructies die standaard in een tool zitten, of werkinstructies, help, vaak onvoldoende is. Omdat die niet de context heeft van de echte werkzaamheden. Want je koopt een tool, dat is de standaard instructies, en bijna niemand gebruikt de tool out of the box. Want je hebt je eigen werkinstructies, je eigen manier van werken, je eigen best practices en je eigen voorbeelden. Dus eigenlijk wil je je content voor de gebruikers zoveel mogelijk in de context laten zijn van het echte werk wat die gebruiker uitvoert binnen jullie eigen organisatie. Dat staat niet in de weg overigens dat jullie onderling met gemeentes geen informatie zouden kunnen uitwisselen, want dat zou ook kunnen. Dus als er meerdere gemeentes zouden zijn die een bepaald zaaksysteem gebruiken en je gebruikt die TTS-omgeving, ja, kun je die informatie uitwisselen. De vraag is of dat de werkinstructies ook echt hetzelfde zijn. En dat is dan altijd de vraag. Ja, dat is altijd moeilijk. En dan heb ik nog, even kijken, want ik heb die Microsoft ondersteuning, die heb jij al beantwoord. Oké, dan heb ik ze volgens mij allemaal gezien. En als er een vraag niet voldoende of verkeerd geïnterpreteerd is, dan hoor ik het graag ook via de vragen. Als ik nog beter kan. En de vragen kunnen uiteraard altijd nog achteraf worden gesteld, dus dat is verder geen enkel probleem. Dan wil ik jullie allemaal van harte danken voor de interesse, de vragen. Wij zullen sowieso de presentatie nasturen. Is opgenomen, dus we kunnen dat achteraf delen. En voel vrij om eventueel nog vragen aan ons te stellen die vandaag nog niet beantwoord zijn. En misschien tot in een volgende webinar, want we zullen nog actief blijven in de komende periode met betrekking tot de thema's die ik al genoemd had. Ik zie dat de afsluitslide niet zichtbaar is. Ja, daar is die. Dankjewel. Dus bedankt en ik wens jullie allen nog een hele prettige dag. Dankjewel, tot ziens. Dankjewel, tot ziens. Hoi hoi.